Yo, Kees van IMT, vandaag met een nieuwe aflevering van Robots Tycoon 3. En we gaan hopen dat schoonmakers een beetje snel gaan schoonmaken. Zoals je ziet, het park wordt heel langzaam maar steeds meer schoon. Onze parkwaardering van het afval is gewoon min 600. We hebben zo kapotte attracties. Ik zou een monteur nodig hebben. Oh god. Het afval wordt nog niet heel veel minder eigenlijk. Onze waardering. Maar dat komt zo meteen. Kijk, deze attractie doet het tenminste alweer. Als je ziet, dit stuk wordt al heel mooi schoon. Welk stuk moest jij maar doen? Kijk, jij hebt jouw stuk al bijna heel mooi schoon. Ik kan dit stuk wel wat bijnemen dan. Hoe slecht staat het ervoor? Steeds min 600. Nou, dit pad is alweer bijna heel mooi schoon. Die gaat ook wel heel hard. Oké. Dit is ook wel bijna schoon. Dit is ook wel bijna schoon. We moeten het hele park schoonmaken. Slechte parkwaardering. Waarom doe jij niks? Hallo? Schoon schrobben zul je. Als je lever ervan afhangt. Nog steeds min 600. Hoeveel afval ligt er dan wel niet? Nog een heel stuk pad schoongemaakt worden. Hallo? Ja, dan neem je dit stuk pad er maar bij. Het moet schoon worden. Punt. Ik ben even heel streng tegen mijn schoonmaken, ik weet het, maar het moet. Het parkwaardering stijgt al heel langzaam. Naar 30. Oké, maar waar is hier schoonmaker? Ik zie hier nog nergens een schoonmaker. Schoonmakertje, doe eens wat. Wat jij nou moet doen. Echt ziek veel kapotte attracties ook. Oké, hoe zit het met afval? Was het steeds min 600. Hoe dan? Zou dan toch beter moeten worden? Het aantal bezoekers plus 16. Kijk, afval en braadsel neemt nu eindelijk je af. Ik zit nu op 536. Ook fijn dat het donker wordt. Ik moet ook nog verder dalen. Als ik echt tevreden ben. Hier begint alles maar mooi schoon te worden. Hier ook heel langzaamaan. Ook heel langzaam is alles schoon geworden. Min 456. Oké, maar waar zijn die smerige paren nu dan? Dat zou ik kunnen vertellen. Binnenin is schoon. Hier binnenin kun je niet inzetten. Hier boven is alles mooi schoon. Oké. Gedachten. Zo. Zwerf rond. Nee. Wachten op groep. Verliefd. Wat? Oké.
Very interesting. Over een maand komt de VIP. Zullen we eens een keer een VIP-routetje uitstempelen? Ja, als eerste een echte cowboy hoort. Dan ga je daar naartoe. Dan ga jij heel mooi daar naartoe. Dan neem jij deze attractie. Dan ga jij maskeren. Oké, hierin. Ga jij hier naartoe. Ik heb mooi de reuzenrad. Ja, deze attractie. Dan ga je een heel stuk gaan lopen. Hier binnen iedereen een hele berg afval. Dat zou nog best wel eens kunnen zijn. Waarom sommige mensen het dan steeds zo smerig is. Oh fuck. Whoopsie, dat was niet zo heel erg handig. Die is nog steeds gesloten. Een keer repareren. Echt al die struikjes hier, zo annoying. Nou, het daalt in ieder geval wel. TNT-vat. Die attractie even snel doen. Die attractie. Die attractie. Deze attractie. Deze attractie. Deze. Krijg je een hoed van ons. Graag hierbij vrij. Je hebt een boete gekregen, minst betrouwbaar. Oké. Okay. En waarom? Misschien de meeste attracties al een storing gehad hebben. Handig. Welk deel jij had. Heel mooi hier tussen zetten. Zo kunnen dat je dit schoon gaat maken, Shaki. Van hier rondjes gaan te lopen rennen. Zoek eens aan mijn trek. Nog meer rommel kunnen maken, ja. Sheriffballon 01 is nog steeds kapot. Kijk, jij gaat dus weer mooi terug. Hoeveel geld moet ik dus eigenlijk uit attracties? Toegangskaartjes per het park. Attracties. Nou, die 600 heb ik in ieder geval gehaald. Wat? De vloer is viezer dan dat. Er ligt één plekje kots. Waarom is dat een probleem? Ik heb net de prijs van het beste park. Wat? Dus ik ga deze achtbaan afbouwen. Een extra monteurtje erbij nemen. Dat is ook helemaal geen kwaad. Nog een extra monteur. Even kijken. Is ook niks extra's nodig. Ondertussen wel. Haha. Bruh.
Waar is mijn tier 5? Ik ga die attractie wat verbeteren. Hoe zit het met deze? Keertje doen. Zet nog mee. Kijk. Ik ben misselijk. Oké, okay, nou een koekje. Koekje from your own dough. Kijk, daar gaat hij hier weer naartoe. Eerst gaan we deze achtbaan eens even afbouwen. Zo'n manier. Daar ook. Dat is eventjes. Nee, dus. Even zo. Hier een extra stukje baan. Deze manier en dan denk ik zo. Eén keer dit. Eén keer dat. Eén keer niet helemaal zo. Zo'n manier. Een stukje naar beneden. Dan weer heel mooi zo. Zoiets. Zoiets. Even kijken, gaat hij dan helemaal goed? Dat zeiken. Ja, deze gaat ook gewoon goed. Mooi zo. Deze ook gewoon een keer open. Extra inkomsten erbij. Ik zie eruit als een verzopen kat. Maar dat snap ik niet, hè? Het park is te smerig, maar ik heb wel een prijs gewoon voor schoonheid. Ik hoop dat hij echt tevreden is. Ik hoop dat hij tevreden is. Bravo! Zou ik het er nog kunnen gaan halen? Oké, dat is uno. Dos. Tres. Een extra prullenbakken overal neergezet. Je hebt jouw posten, denk ik. Theevat. Hier nog wat neerzetten. Dan komen we op de route staan. De oude ruïnes. Kijk, lekker van glijbaan. Een keertje hier naartoe. Een keertje hier naartoe. Er wordt een achtbaan een keer in.
En dan mag ik hier naartoe. Oké. Alleen, de grond is nog steeds te vies. Laten we de tijd gewoon doorgaan. Dan zetten we over een prullenbakken neer. Een paar EHBO-posten. Voornamelijk hier. Voor een woestijnachtige omgeving regent het best wel vaak eigenlijk. Is zo vaak wel regen in de woestijn. Ja, zo. Moet ik echt EHBO-posten neer gaan dumpen. Dat moet ik. Mulltonnen. Fresh mul. Oké, even naar Duits te praten. Kan de tijd ook iets versnellen. Ja, even hier. Er zit niet zo'n heel groot probleem eigenlijk nu in zitten. Met alle vuil. Van die vuilnisbakken. Van de week komt de VIP. Nou, dit is een probleem ook. Je wat een probleem was. Dat ik iets minder snel verwacht. Geen zin om dit spel nog langer te moeten laten rekken dan echt nodig is. Ik ben een beetje klaar te raken met het standaard pakket. Want ik wil iets anders gaan doen dan eigenlijk alleen maar dit. Echt ook die kleine klote dingetjes. Oké, dat is één ding wat weer gefixt is. En we geen RBO-posten. Are you fucking kidding? Ik ga het eerst even zo schoonmaken. Schrob. Andere rare dingen. Ja, hier. Ik heb nog geen prullenbakken. Probleem was toen de Maxos. Fix it. Hoe is het makkelijkst? I don't know. Schoonmaken. Je loopt gewoon langs rommel. Teken dat je het moet schoonmaken. Mooie running animation. Het park op zich nu al redelijk schoon is. Dus de volgende keer gaan kijken wat die VIP gaat doen. Zeg even een love, like, achter, vergeet niet te abonneren. Tot de volgende keer. Doeg.